Dit is een muur van de vloek, midden in een van de meest grauwe stukjes van Den Haag. En dit leek ons een hele mooie plek daarvoor. En al zeg ik het zelf, het is hier inderdaad een stuk opgevrolijkt. We merken dat ook aan de reacties van lokale bewoners. Maar ook de bedrijven hier omheen hebben heel positief gereageerd. Dus ik denk dat het effect wel bereikt is. Deze wand is door 17 verschillende kunstenaars uit heel Nederland, waaronder 4 uit Den Haag, onder handen genomen. Dit is het eindresultaat. Het is eigenlijk een grote wand van onze loods. In de loods zelf zitten allemaal kunstenaars, bedrijfjes met ateliers en werkplaatsen. De muur is tot onze verrassing onlangs de afgelopen weken helemaal opnieuw in de verf gezet. Daar zijn we heel blij mee. Het pand is van de gemeente en de gemeente die heeft er al 10 jaar niets aan gedaan. En wij moeten dus alles zelf doen. En dit keer hebben we hulp gekregen van een groep graffiti-artiesten. En die hebben hier de wand even flink onder handen genomen. En het resultaat, dat kun je zien. Dat mag er wezen.